Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga even weer delen, alles klaarzetten en dan gaan we van start. Vanmorgen was echt een klieder uitzending. Ik weet ook niet precies wat we allemaal gaan doen. Ik ga gewoon random bezig. Want ik wil eigenlijk gewoon een beetje de producten gaan testen. En dat kan alleen maar door, te spelen en jullie reacties mee te lezen. Dus we gaan het gewoon allemaal samen doen. Ik heb ook geen voorbeelden helemaal uitgewerkt al. Want wat ik hier heb liggen, dat zijn ook nog allemaal losse elementjes. Vanmorgen ga ik gewoon samen met jullie lekker spelen. Testen wat er eventueel mogelijk is met de Gilding Flakes. Het ene zal misschien wel leuk uitpakken, het andere zal niet uitpakken. Het ene zal, ik ga verschillende lijnsoorten testen. Ik ga verschillende kleurtjes erbij pakken, dus we gaan het gewoon zien. Ik weet niet of voor jullie de Gilding Flakes al een beetje bekend zijn. Er zijn gewoon flakes van allerlei soorten merken. Ik heb bijvoorbeeld hier wel wat flakes van Spectrum Noir. Die zijn afgelopen week bij ons binnengekomen. Dat zijn setjes, daarin zitten steeds drie kleurtjes die ook heel mooi op elkaar afgestemd zijn. Het zijn met blauw tinten. Ik heb niet alle setjes hier. Nou ja, ik heb er drie van de vier heb ik ze hier. Dus ik heb er nog wel eentje liggen. Nou, dit is in ieder geval... wellicht ga ik deze kleurtjes een beetje pakken. Je hebt... Even kijken. Flakes van bijvoorbeeld Finnabert. Nou, dit is van Finnabert. Die heeft hele mooie kleurtjes in zitten. Dit zijn de Fine Flakes. En ik heb bijvoorbeeld deze ook gedaan. Dat is met de kleur Venice. Ik ga er eventjes iets bij pakken. Want er zijn nog wel meer kleurtjes en dat laat ik nu eventjes niet allemaal zien. Maar ik wil even de verschillen nog tussen de merken. En wat ik ook eventjes nog wil laten zien is het verschil tussen de grootte. Finnabert heeft namelijk twee soorten. Dit zijn de gewone flakes. Dat zijn dus grove vlokken. En Finnabert heeft dus de fine flakes. Dat zijn deze kleine vlokken. Dus die zijn echt een stuk kleiner en daar zitten verschillende kleurtjes in. Ik vind dat zelf wel heel erg leuk, die kleine flakes en die verschillende kleurtjes. Maar... ja, weet je, kijk ook gewoon wat voor kleurencombinatie past bij jou. Zo is er bijvoorbeeld een beetje een goudkoper kleurig. Dit is goudkoper zilver. Cosmic Shimmer, die heeft ook van allerlei potjes. Dat zijn de Gilding Flakes. Nou, wil je het een keer proberen? Vasen Creative heeft ook nog een setje met alleen de gouden vlokken. Dat is voor 1,75 kun je het dan gewoon proberen. Dat ga ik even aan de kanten zetten. We hebben bijvoorbeeld ook nog voor de starters van Cosmic Shimmer wat Gilding Flakes sets. Daarin zit dus een sponsje. Daarin zit een potje met Gilding Flakes en daarbij zit ook de lijm. Dus dat is ook nog iets wat je kan gaan gebruiken. Nou, er zijn heel veel verschillende toepassingen. Verschillende lijmsoorten. En we gaan gewoon random een beetje beginnen. En ja, wat ik in deze uitzending allemaal kan laten zien, weet ik nog niet. We gaan het gewoon... de tijd zal het leren hoeveel ik kan maken, zeg maar. Nou, dit is dus bijvoorbeeld gedaan met dubbelzijdig tape. Daar ga ik straks ook mee beginnen, want dat is eigenlijk de makkelijkste manier. Ook deze is daarmee gedaan en je kan dus ook gewoon de letters weer leuk uit gaan stansen. Nou, ik ben de H ondertussen al kwijt, geloof ik. Die zal wel weer ergens achter plakken.
Nou ja, dat zoeken we later wel uit. Dit is ook bijvoorbeeld met dat setje met de blush gedaan. Dat is deze. En dat is dus ook alle drie verschillende kleurtjes heb ik daarbij gebruikt. Deze heb ik ook gedaan met die kleur blush. En dan in combinatie met een mask stencil. Gaan we ook straks mee aan de slag. Dus dit gaat aan de kanten. En we gaan even spelen. Ik hoop dat ik straks gewoon alles heb kunnen laten zien. Want ik heb eigenlijk geen plan van aanpak. En ik hoop niet dat ik de helft vergeet. Maar ja goed, we gaan het zien. Even kijken. Als eerste zei ik, gaan we werken met het dubbelzijdige tape. Nou, je kan daarvoor gewoon bijvoorbeeld het score tape pakken. Ik heb bijvoorbeeld score tape in 9 mm en in 6 mm. En wat je dan doet is voor jezelf eventjes, of ja, een score tape. Ik heb hier toevallig dan het ECD tape. Wat je dan doet is voor jezelf eventjes wat hulplijntjes tekenen. Waar jij dus de tape geplakt wilt hebben, want je wilt het natuurlijk wel netjes recht hebben. Dus ik ga eerst even mijn tape opplakken. Dit is de 6 mm. Daartussenin komt de 9 mm. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb dus eerst onderaan een stukje van een centimeter, volgens mij, overgelaten. Heb ik afgemeten 6 mm ertussen. Daartussen zit weer een strookje van 5 mm. Hier zit weer die van 9 mm, 5 mm ertussen en weer 9 mm. Dus gewoon dit opplakken. Ja, en dat is dus eigenlijk de eerste en de makkelijkste manier. Dat is dus met wat tape. Ik had dit van tevoren al kunnen vastplakken, maar dat is me gewoon niet gelukt. Ik ben al lang blij dat ik die streepjes alvast even kon aftekenen. Dus we gaan het gewoon even zo doen. Even kijken, wat gaan we met deze doen? Gaan we een uniek kleurtje pakken of gaan we een mix pakken? Ik denk dat we gewoon een mix gaan pakken. Ik heb zelf die Dublin van de Finnabear nog niet geprobeerd, dus daar ga ik mee aan de slag. Even kijken. Ik pak er deze keer even een doos bij, want dan kan ik namelijk mijn werkmat ietsjes netter houden. Ik hoop dat dat gaat werken. Want het is namelijk wel heel erg statisch spul. Ik ga eerst beginnen aan deze kant. Nou, we halen ons beschermlaagje er vanaf. Nou, even zorgen dat mijn tape daar wel. Chips. Even kijken of ik daar een nieuw strookje tape overheen kan plakken. Want mijn tape is een beetje losgelaten en dan krijg je het niet meer mooi. Ga ik eventjes heel voorzichtig. Nou ja, dat is dus als je alles dus live doet, dan gaat er wel eens een keer ietsjes mis. Maar aangezien ik anders straks gewoon geen rechte lijn krijg, moet het gewoon eventjes opnieuw. Zo. Plastic box is makkelijker. Ja, ik heb alleen die plastic box niet bij de hand. Dus we doen het gewoon eventjes in een in deze doos. Het is wel heel erg statisch spul. En je krijgt er ook gewoon wel veel bende van. Maar ja, weet je, het is ook wel super leuk. Ik heb er even een papiertje onder gedaan. Zodat ik straks mijn overtollige stukjes ook gewoon weer makkelijk in mijn potje terug kan doen.
Nou, wat doe je? Omdat dit dus gewoon al plak is. Camera. De hoog. Ja, ik zal hem nu eventjes ietsjes uitzoomen. Want dan kan het net ietsjes makkelijker. Kijk, je pakt een klein beetje van die flakes. En dat duw je eigenlijk gewoon op je project. Je kijkt gewoon even waar je een beetje de kleurtjes wilt hebben. Wil je die groene wat meer hebben, dan plak je die net wat meer op. Je wrijft het er gewoon een beetje in. Je duwt het erop. Eventjes ietsjes eroverheen krassen. Dan kun je zien of je alles gepakt hebt. Nou, bij de lijm kun je het ook, of bij de tape kun je het ook gewoon heel makkelijk voelen als het erop zit. De andere kant ga ik ook gelijk doen. Nou, ik ga dus vandaag geen complete projecten ermee maken. Ik ga gewoon echt alleen maar testdingetjes doen. Projecten komen later. Ook dit eventjes aan deze kant weer wat er overheen strooien. Nou ja, je kan het heel voorzichtig doen of je kan het gewoon wat ruwer doen. Ik ben meestal wat van het ruwere werk. Dus bij mij gaat het overtolligen. Blijft er gewoon netjes een beetje naast liggen. Geen enkel probleem. Dit alvast eventjes eraf poetsen. Hoi. Mag ik jullie één tip geven? Ik heb dit dus maandag in mijn woonkamer geprobeerd. Aan de keukentafel. Nou, ik had daar dus ook geen craftsheet onder gedaan en niks. Dat is geen succes. Ik heb nog steeds 1001 glitters overal zitten. Dus doe dat zeker niet. Die tip geef ik alvast mee. Nou, je hebt dan even iets van een sponsje of iets dergelijks nodig. Ik heb dus nog een sponsje liggen. En daarmee ga je het eigenlijk een soort van invrijven. En polijsten, zeg maar. En echt dan krijg je zo'n gaaf effect. Nou, er zijn ook verschillende tools voor. Je kan het ook met een bijvoorbeeld een tamponeerkwastje doen. Of met deze brusjes van Nuvo. Daar kan het ook mee met de blenderbrusjes. Dus er zijn wel wat verschillende tools waar je dat mee kan doen. Nou, het overtollige gaat ook gewoon weer eventjes in de pot terug. Want ook die fijne stukjes zijn gewoon weer leuk om te gebruiken. Nou, de Surface Sweep is ook een hele handige tool om en je werkmat weer schoon te maken. En de overtollige glitters hier weer vanaf te poetsen. Kijk, je ziet wel, je hebt eigenlijk nu bijna alles er alweer af. Nu bij deze valt het heel erg mee. Het is echt onwijs gaaf, deze kleurencombinatie trouwens. Bij deze valt het heel erg mee qua wat er op de achtergrond is blijven zitten. Nu had ik bijvoorbeeld bij die andere voorbeelden, had ik, en daarom heb ik het ook eventjes bewust laten zitten. Ik heb bijvoorbeeld bij deze... Ja, een sponsje van de Cosmic Shimmer kun je ook prima gebruiken. Klopt. Er zijn gewoon echt verschillende soorten. Kijk, bij deze is er wat meer van dat rode ertussen blijven zitten. Wat je dan heel erg makkelijk kan doen is met elektrische gum van Derwent. Ga je er overheen. En dan kan je al dat overtollige kan je weer heel makkelijk weghalen.
Dus kijk, dat is gewoon nog een, ja, een extra tipje, zeg maar. Dit is ontzettend leuk. Nou, zo kan je dus gewoon met alleen al dubbelzijdig tape, kan je dit heel erg makkelijk maken. Nou, heb je bijvoorbeeld deze brede stroken. Dat is misschien ook nog wel leuk om even te proberen. Weet je, ik heb wel een labeltje. Gaan we even op een zwarte label proberen. Ik heb dus geen plan, dus ik ga gewoon echt van alles gewoon even hatsenflats proberen. Ongeveer zo'n stukje heb ik nodig. Deze wil ik even wat anders doen. Die wil ik. Oh, het scheurt niet heel makkelijk. Ik had gedacht dat dat makkelijker zou scheuren. Maar het leek mij wel leuk om hier een beetje een geschulpt randje van te gaan maken. Of dat leuk is, we gaan het zien. Even zorgen dat hij recht is. Dus dan ga ik eventjes afmeten op mijn plaat. Hier komt hij recht. Daar wil ik een stukje tussen hebben. Ja, die Derwent gum, dat is wel echt niet alleen voor potloden geschikt. Ook bij Pampastel gebruik ik hem veel. Je kunt er eigenlijk bijna alles mee weggummen. Hij is echt heel erg fijn. Het is ja, natuurlijk wat duurder in aanschaf, maar hij is wel zijn geld waard. Je kunt er ook inderdaad weer een refill in doen. Nou, dit is dus dat brede tape. Nou, we gaan het ook eens proberen op zwart, hoe het dan uitpakt. Ook weer een beetje die groene. Een beetje blauw erbij. Nou, het is niet heel erg geschulpt geworden. Ik had gehoopt dat dat makkelijker ging scheuren, maar heb ik niet getest en dat ging dus niet zo. Kijk, jullie zien wel, het schiet echt alle kanten op die glitters. Het is super leuk om te doen, maar je moet het wel gewoon echt ja, eventjes wel zorgen dat je het netjes in een bak doet of iets dergelijks. Nou, deze gaan we ook, ga ik eventjes achter mij doen, even afpoetsen. Nou, glitters weer van mijn ding af. Kijk, dit is toch gaaf. Dan kunnen we hier straks nog eventueel weer op gaan stempelen. Dat kunnen we eigenlijk wel gelijk even gaan doen. Want dat is een andere manier dat we ook gaan stempelen. Even kijken, waar heb ik mijn stempels en mijn inkt? Nou, er komt een nieuwe tekst op van Studio Lights. Maar dan moet ik alleen even een niet al te grote. Thank you. Dat past eigenlijk niet. Nou, deze zijn eigenlijk best wel groot, deze letters. En ik weet eigenlijk niet of het hierop past. Nou, in ieder geval de tekst Just For You. Dat zal zeker wel passen. Just For You. Nu ga ik iets testen wat ik dus zelf ook nog niet geprobeerd heb. En
Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Wat ik daarvoor nodig ben. Want je kan namelijk ook. Je hebt plakpoeder nodig. Want ja, een soort lijm. Nu hebben wij van Range de Sticky Embossing Powder. Dat is voor bijvoorbeeld glitters, voor folie, voor dit soort dingen dus ook. Mijn potje zit nog dicht, dus die ga ik proberen. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, het kan met de bonding powder van Nelly of van de Wow. Eerlijk gezegd, ik heb het geprobeerd, maar bij mij plakte het dus niet. Dus dat ga ik in dit geval ook niet gebruiken. Ik ga nu dus met deze sticky poeder aan de slag en we gaan die eens proberen. Even kijken dat die open gaat. Dan zal ik straks ook een ander kleurtje erbij pakken, dat we niet allemaal alleen maar deze creaties hebben. Oh, weet je, misschien is het wel leuk om met effenblauw de tekst te gaan doen. Laten we dat maar eens eventjes gaan doen. Nou, als je op bed knutselt en je wilt dit dan gaan doen. Nee, dat zou ik inderdaad maar niet gaan doen. Dat lijkt me niet een heel goed plan. Nou, we hebben van de Spectrum Noir dus ook een setje met alleen blauw. Ja, dat lijkt me in dit geval wel heel erg leuk erbij. Nou, inderdaad, Leni van Putten, dat klopt inderdaad. Alles is leuk, maar ik hoef niet alles te hebben, zeg je. Is een hele goede lijfspreuk, want weet je, sommige dingen, ja, dat lijkt in de filmpjes heel erg leuk. En uiteindelijk is het toch jouw techniek niet bijvoorbeeld. Dan kan je het beter gewoon achterwege laten. We hoeven inderdaad niet alles te hebben. Ik moet even nog een bakje hebben waar ik mijn... Of ja, ik kan het ook met een papiertje doen. Waar ik mijn embossingpoeders even op kan strooien. Dus met een Versamark inkt. Of iets dergelijks. Ik heb hem van Ink on Tree. Maar je hebt ook bijvoorbeeld van Versamark... Of iets anders heb je van die watermark inkten. En dat strooi je daarop. Dan doen we de... Nee, het gaat niet met alleen Versamark. Want Versamark is geen plakspul. Je moet er echt een iets sticky overheen doen. Je moet die vlees, moet je eigenlijk als ware zien dat je dat moet gaan lijmen. Nou, we gaan dit proberen. Even ritten. Dan pakken we onze doos erbij om de vlees erop te gooien. Weet ik eigenlijk niet hoe snel ik daarmee moet werken. Dat heb ik niet getest. Overtollige flakes stoppen we gelijk weer terug. Kijk eens. Dit is toch ook kicken. Ja. Eventjes mijn sweepje erbij. Om het overtollige er weer af te halen. Kijk eens. Dit is toch ook gaaf. Dus we kunnen ook gewoon lekker embossen hiermee. En stempelen. En dat brengt mij dan ook tot het volgende. Om er ook bijvoorbeeld eens een leuke swirl. Waarom doe je met dat doekje? Dat doekje dat is een antistatisch doekje. En daarmee maak je dus je papier antistatisch. Zodat die embossingpoeder niet overal gaat zitten.
Want anders gaat de embossingpoeder ook overal zitten. En dat is ook niet de bedoeling. Stempels maak ik vaak schoon gewoon even met een billendoekje. Nou, ik ga de twee swirls opstempelen. Jullie zien wel, ik ben nu dus vergeten om eerst met mijn antistatische doekje eroverheen te gaan. Ja, goed. Ik denk dat het wel gaat lukken. Embossingpoeder weer terug. Potje even ietsjes aan de kanten zetten. En we pakken weer wat van die blauwe flakes erbij. Oh. Jullie snappen hem wel, hè? Ik heb dus eventjes niet opgelet. Ik moet natuurlijk wel eerst eventjes mijn embossingpoeder gaan verhitten. Want anders dan werkt dat natuurlijk niet, hè? Ik vergat even één stap. Ik wou het ietsjes te snel doen, dames. Dus we moeten geen tussenstappen vergeten. Kijk, ik wil gewoon ietsjes te veel laten zien, denk ik. En ik had nu ook eigenlijk mijn sticky ietsjes eraf moeten poetsen. Maar ja, goed. Nieuwe poging. Nou, de eerste poging ging ook het beste. Hij heeft het nu gewoon ietsjes... Nee, het komt er wel allemaal op. Super. Kijk, en dat gaan we even weer met dat sponsje polijsten. En kijk eens hoe gaaf dat wordt. Nou, even weer afpoetsen. Oh, dit is gewoon, kijk eens, hoe ontzettend tof. Nou, zo heb je gewoon al een labeltje eigenlijk klaar en daar hoef je verder in principe niks meer aan te doen. Dat is dat. Ik ga eventjes dit ietsjes schoonmaken. Want anders dan heb ik zometeen geen fatsoenlijke werkruimte meer. Zo. Gewoon rustig stap voor stap. Dit is de eerste. Dat was dus met een leuke swirl. Dus we hebben op tape gedaan. We hebben met stempelen gedaan. Dat zijn allemaal techniekjes wat je ermee kan doen. Ja, met dunne stempels gaat het ook prima. Even kijken. Dan. Wat laat ik nu zien? Even kijken. Wat ik nu ga laten zien is de gel. Want we kunnen ook met mask stencils gaan werken. En dat heb ik wel een beetje voorbereid. En ik dacht heel erg slim te zijn. Want ik denk dat wordt nooit binnen een uurtje heel snel helemaal droog. Ik wist niet hoe snel dat zou zijn. Dus ik had gisteravond even snel die tacky wendry aangebracht. Want dat laat je aan de lucht drogen. Maar ja, ik had ze netjes bovenop elkaar gelegd. En dan kun je wel snappen dat er dus aan elkaar vast gaat plakken. Dus die pagina's die zijn niet helemaal goed meer. Maar ja, goed. Wat is dit? Dit is een Tacky Van Dry Gel Medium. Ik laat het stap voor stap even zien. Ik heb vast nog wel een achtergrondje waar ik eerst even wat structuur mee aan kan brengen. Even kijken. Nou, ik heb nog wel een achtergrondje van de alcohol iets.
Dat is natuurlijk ook onwijs leuk om daar met de flakes wat op te doen. En ik ga even een mask stencil erbij zoeken. Die er wel geschikt bij zou kunnen. Even kijken. Ik denk dat we deze keer voor script gaan. En dan mooi met aardse flakes eroverheen. Nou, dit is dus gewoon een eigenlijk een soort gel medium. Daar krijg je dus een... hoe zal ik het zeggen? Een iets dikker laagje ook mee op je kaart. En als je dat dus droog hebt... Dan blijft het gewoon kleverig. Dus dan kan je er niet alleen van deze flakes overheen doen. Maar dat kan je dus ook doen met bijvoorbeeld glitters, met vlokpoeder. Eigenlijk overal mee. Oh, ik zie dat Noorwegen ook aanwezig is. Hello. Ik lees dat je de stempels gelijk schoon moet maken. Nou... Of met speciaal spul schoon moet maken. Ik heb nu dus gewoon gestempeld met de Versamark. Dus dan kun je ze gewoon schoonmaken onder de, met een billendoekje, zeg maar. De post-it werkt denk ik niet. Je moet wel lijm hebben wat goed plakt. Dit laat je gewoon aan de lucht drogen. En dan droogt het transparant op. Het neemt wel de kleur aan van de ondergrond. En jullie merken wel, het kleeft dus nog steeds. Ik laat die andere aan de lucht drogen. En ik pak mijn bak er weer bij. Wat ik wel doe, is mijn mask stencil nu even in een bak met water gooien. Want dit is wel echt van het plakspul. Ik denk trouwens dat bij deze die Dublin van Finnabair wel weer ontzettend gaaf is. Oh, België aanwezig, Noorwegen aanwezig. Nou, Nederland natuurlijk. We hebben gewoon alle landen. Dus deze had ik thuis alvast eventjes voorbereid. Omdat dat gewoon echt aan de lucht moet drogen. En je bent wel ongeveer, ja. Ik denk dat het wel 2,5 uur duurt voordat het echt goed droog is. Je kan het misschien ook met de heat tool wel versnellen. Heb ik niet geprobeerd. Kijk. Dit ga je gewoon weer eventjes poetsen. En dan hebben we een onwijs toffe achtergrond. Oh, dit is gewoon echt leuk. Nou, hier kan je dan ook nog weer eventueel ook nog weer op gaan stempelen. We kunnen nog andere techniekjes doen. Weet je, ik kan bij deze ook nog wel een ander mask stencil er even... Nee, ik ga even iets anders laten zien. Met deze flakes zijn namelijk verschillende soorten manieren om te gaan stempelen. Ik heb net dus het stempelen gedaan met die sticky powder. Maar niet iedereen heeft natuurlijk van die sticky powder. Je kan ook stempelen met de bijbehorende inkten. En volgens mij moet je zelfs ook nog met de Tombow kunnen stempelen. Ik ga even kijken. Mijn flitter glue erbij pakken. Want er is natuurlijk die speciale lijm. Nou, ik heb hem nog van de flitter glue. Omdat ik het vanuit dat tijdperk al had. Ik kan het ook anders doen. Je hebt daar een sponsje voor nodig. Om eventjes je lijm op te doen.
En je brengt gewoon een klein beetje lijm aan. Ik wil het her en der een beetje als accentje maken. Dus ik druk mijn lijm er af en toe op. Als je deze lijm gebruikt, let er dan wel goed op dat je je stempel na die tijd even in koud water neerlegt. Dan, dat is voor de stempels beter. Dus als je echt met die lijm gaat stempelen, doe je stempels dan eventjes in een bakje met water. Nou, ik weet niet meer precies waar ik het heb gedaan. Die script. Hier zit wat script. En hier zit wat script. Kijk eens, dat wordt ook gewoon weer onwijs leuk. Dus zo kan je ook op de achtergrond het script nog weer een klein beetje terug laten komen. Het is gewoon te leuk. Kijk, zie je? Oh, het blinkt aan alle kanten. Ook dit weer eventjes netjes afpoetsen. Dus ik heb mijn stempel gewoon heel lichtjes aangezet. En dat kan dus ook nog. Nu wil ik ook nog een paar leuke rondjes op de achtergrond. Rondjes en driehoekjes. We gaan gewoon van alles proberen. Daar hebben we dus ook gewoon lijm voor nodig. Gaan we deze lijm pakken? Ja. Gewoon even wat extra figuurtjes. Dus ik pak gewoon even een vingerdabbetje of een ander patroontje wat je maar hebt. Je kan er eigenlijk alles voor gebruiken. Dan moet je de lijm eigenlijk eventjes laten drogen. Dat het even de tijd heeft om goed kleverig te worden. En kijk eens. Het is te leuk. Daar zat nog een driehoekje. Had ik er nog meer? Ja, hier in het midden ook nog. Nou, ik heb straks echt een enorme zooi. Maar dat geeft niet. Nou, dit is ook weer eventjes een beetje polijsten. Kijk, zie je hoe gaaf. Nou, ze hebben met één kleurtje al een onwijs toffe achtergrond. Ik zal dit kleurtje eventjes op gaan ruimen. Dat we nu toch weer even wat anders erbij gaan pakken. Want anders dan blijft het allemaal wel in één kleur. En dat was ook niet de bedoeling. We gaan gewoon even met een ander project verder. Wat gaan we dan doen? Even de handen schoonmaken. Zo. Wat ook nog. Tenminste, die tip heb ik gezien op internet. De droogtrommeldoekjes schijnen ook heel erg antistatisch te werken. En dat je daarmee dus ook heel makkelijk het overtollige weer er vanaf kan krijgen. Dus ook met de droogtrommeldoekjes eventjes eroverheen. En zie je, het grootste gedeelte is er alweer vanaf. Nu heb ik natuurlijk met lijm van de flitterglue gedaan. Maar het kan ook met allerlei andere soorten lijm. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook de lijmpennen. En de Tombow lijn.
En ik ga straks ook sowieso nog even aan de slag met deze. Want die wilde ik ook testen. Dat had ik van de week al beloofd. Maar ik heb nog maar 20 minuutjes. Oh, echt. Time flies. Nee, misschien dat gewoon ietsjes later wat. Als jullie ondertussen vragen hebben, laat het dan even weten. Hè? Want ik ga natuurlijk wel een klein beetje van de hak op de tak. Maar ik wil gewoon, dit is voor mij ook gewoon echt even een testochtendje om van alles te proberen. Verschillende techniekjes, verschillende lijmsoorten. Ja, eigenlijk alle de kleurdoekjes. Ik weet niet welke kleurdoekjes jij bedoelt. Ik heb deze bijvoorbeeld ook nog liggen. Dat is, heb ik ook al die plak op gedaan. Daar ga ik met deze mooie koperkleur overheen. Laten we dat maar eens doen. Hij lijkt nu... Nee, ik ga het niet doen. Ik ga toch voor deze mooie roze blush. Even kijken. De blush. Of ja, uiteindelijk is het dan de kleur soft roze uit dat setje. Dit is straks ook voor de kerstkaarten heel erg leuk. Ik heb vorig jaar heb ik dat ook met de kerst gedaan. Of ja, daarvoor. En dan gewoon alleen de tekst van fijne feestdagen of zo. Als je een beetje van die grove teksten hebt, dan gaat dat ontzettend mooi. Nou, zoals ik al zei, ik had dit dus gisteravond gedaan. En ik heb dit dus in een zakje meegenomen. En ik had meerdere projecten op elkaar geplakt. Dus het is een klein beetje... Ja, sommige letters zijn er een beetje af. Maar weet je, tegen de tijd als ik er een creatie van maak, dan cover ik dat wel. Dan maak ik er wel weer wat van. Dat komt wel goed. Het gaat nu gewoon eventjes om het idee. Even kijken, mijn scrubsponsje. Nou, ik hoop dat jullie dit soort lives dus ook leuk vinden. Want mijn idee is eigenlijk om volgende week zaterdag weer zo'n soort live te gaan doen. Maar dan ga ik het doen met bijvoorbeeld de... Ja, ik ben nog in dubio of ik dan de pasta's ga... de embossingpoeders ga doen. Of dat ik dan met de mica poeders ga werken. Ligt eventjes aan het, ja, mijn tijd van voorbereiding. Maar dan wil ik volgende week ook weer echt zo'n leuke speelochtend ervan gaan maken. Oh nee, dan ben ik 's middags. Dus dan wil ik ook weer allerlei producten gaan testen. Nou, dit is dat. Die leg ik er even in. Dan wil ik bij deze achtergrond eerst weer glitters wegpoetsen. Ook nog met, ja, ik wil hier gewoon een randje langs hebben. Ik doe een beetje Tombow-lijm, want Tombow-lijm schijnt ook heel goed hierbij te werken. Ga ik op mijn sponsje aanbrengen. En dat ga ik lekker langs de randjes doen. Niet overal. Ik wil dat gewoon her en der een beetje hebben. En daarnaast wil ik met... Even kijken. Dit mask stencil. Wil ik een leuke swirl hier gaan maken. En... Daarvoor heb ik nodig iets anders wat nog in mijn tas zit, denk ik.
Ja. Die kant zit verstopt. Ik ga even kijken hoe het werkt als ik dus niet met die tacky gel ga werken. Maar dat ik dus gewoon eens lijm ga deppen op de achtergrond. Ook dat zal vast kunnen. Dus gewoon een stukje van een schuursponsje in een klemmetje gedaan. En een beetje lijm erop deppen. Daar komt een swirl. En hier bovenaan wil ik ook een leuke swirl hebben. Daar had ik ook al wat lijm gedaan, maar dat maakt niet uit. Het gaat er ook niet om dat mijn creaties nu mooi worden. Maar het gaat er gewoon eventjes om dat ik jullie dingetjes kan laten zien. Nou, dit plakt in ieder geval wel. Tombolijm is sowieso een speciaal soort lijm voor de mensen die het nog niet weten. Als je dat namelijk gewoon eventjes laat drogen, dan wordt het een soort memolijm. En dan kun je dus kun je dingen ook even non-permanent ermee vastplakken. Eerst even de ene laag. Hier zaten nog meer swirls. Oh, ik ben nu wel heel enthousiast met heel veel glitters pakken. Hallo. Even een beetje rustig aan, Janine. Met tacky lijm. Ik zal het zo even proberen. Maar ja, mijn tijd schiet alweer op. En volgens mij mag ik er nog wel een extra uitzending bij maken met alleen maar van deze flakes. Want ik had nog zoveel meer willen laten zien. Kijk, zie je, je kan dus ook hele gave bordes maken door gewoon echt met zo'n met de lijm en een sponsje gewoon wat aan te brengen. Oh, dit gaat ook echt tof worden. Nou, met een mask stencil en lijm werkt dus ook gewoon perfect. Dat gaat ook goed. Oh, zucht. Waarom is alles zo leuk? Ik weet niet of jullie ondertussen al enthousiast worden, maar ik word steeds blijer hiervan. Ik lees ook de vraag of het met tape wil. Ja, dat wil. Dat heb ik aan het begin van de uitzending al gedaan. En ja, dat gaat prima. Nou, jullie zien het heerlijk. Ik zit aan alle kanten op. Wat is dat? Nou, ook die weer geprobeerd. Dan hadden wij ook nog hele fijne. Kan dit ook met stempels? Ja, het kan ook met stempelen. Ik had het stempelen heb ik net ook al laten zien. Dus ja, kijk dan even terug. Want dit is ook gestempeld. En daarvoor heb ik dus de sticky embossing powder gebruikt. Maar je kan dus ook de bijvoorbeeld de Tombow lijm of andere soorten lijm kan je op je stempels aanbrengen. Je kan zelfs deze Nuvo glue pen kan je ook op stempels gaan gebruiken. Ik had hier nog wel een stempel liggen. Want dat is een oudere uitzending. Weet je wat ik doe? Die oudere uitzending die zal ik nog eventjes een keer weer erbij pakken. En die zal ik wel even gaan delen in de groep. Want ik heb ooit al eens een keer een hele leuke kerstkaart ook gemaakt in een live. Ook met de Gilding Flakes. En daarbij had ik dus gewerkt met deze Nuvo pen.
Ik hoop dat hij nu nog doet, want ik heb hem al jaren niet meer gebruikt. En ik ga er vanuit. Ja. Ik moet hem eventjes activeren. Kijk, de lijm komt er alweer uit. Je kan dus ook gewoon even stempelen. Of je stempel beinkten. Afdrukken. Let erop dat je natuurlijk je stempel niet te lang aan het papier vast laat zitten. Want dan plakt hij natuurlijk aan je papier vast en dan heb je je papier kapot. Dit ga je ook gewoon eventjes laten drogen. Het moet ietsjes aandrogen en dan kan je er straks mee aan de slag. Nou, je kan ook daarbij gewoon weer een klein beetje de randjes weer beinkten, ook met de lijm. Even kijken. Ik ga nu even 2-in-1 doen, want ik wilde namelijk nog even één ding meer proberen. En dat is dan met die Quickie Glue. Die Quickie Glue schijnt ook te werken en we gaan ze beide proberen. Nou, bij een project hoef je natuurlijk niet altijd extreem veel glitters te doen. Je kan ook kiezen voor een klein beetje accenten. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een leuke swirl achtergrond en ik wil een paar metallic stukjes hebben. Gewoon niet te veel. Dus we gaan wat accentjes maken. En als dat straks een klein beetje opgedroogd is, gaan we daar ook de glitters op aanbrengen. Ik heb volgens mij een heel aantal producten ook al wel gelinkt. Maar mocht ik wat vergeten zijn, dan probeer ik dat na die tijd nog te doen. En anders, onze webwinkel heeft ook gewoon een zoekmachine. Daar kun je ook gewoon van alles in vinden. Dus kijk daar ook eventjes naar. Je kan natuurlijk ook, ik had net rondjes gemaakt met mijn, ja, hoe heet het ook alweer? Met mijn dabbetje. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zelf rondjes maken. Of je kan ergens omheen tekenen. Hoe? Ik wil even netjes doen. Doe jij meer handletter of iets dergelijks? Nou, je kan er ook nog weer een stripje doorheen doen. Dat was een dopje wat ze straks op mogen pakken. Hierbij gaan we paars gebruiken. En die gaan we daar naartoe doen. Oh, 5:30 alweer. Time flies. Nou, dit is ondertussen aardig aan het drogen. Dat is mooi. Dan ga ik bij deze kijken. Ik had bij deze, ja, koud water werkt het beste. Ik ga bij deze een beetje paarse flakes doen. Dus dit was gestempeld met die Nuvo pen. Nou, jullie zien wel, ook dat gaat prima. Ook weer eventjes erin wrijven. Ik had hier ook nog wat flakes aan de zijkant gedaan. Of een klein beetje lijm aan de zijkant, laat ik zo zeggen. Kijk, dus je kan ook gewoon de randjes nog een beetje beinkten. Superleuk. Ook hierbij even afpoetsen. Dan gaan we even kijken of deze droog is. Die is ook droog.
Dan gaan we zo door. Oh, kijk, dat is ook weer leuk. Ja. De Quickie Glue is ook goedgekeurd. Dus ja, ik weet niet of jullie... jullie hebben vast allerlei soorten al in huis. Dus ja, kijk gewoon eventjes wat heb ik in huis. Wat kan ik ervoor gaan gebruiken? Je hoeft niet altijd alles dus weer opnieuw aan te schaffen. Nou, dat gaat zo meteen even op een andere manier. Ook gewoon even weer lekker de impolijsten. Nou, ik zie dat hij hier een stukje een beetje is uitgelopen. Nou ja, helaas. Geeft helemaal niks. Dat kunnen we misschien zelfs ook nog wel wegpoetsen met ons derwentgummetje. Kijk, zie je, als je dus een klein foutje maakt, je geeft helemaal niks. Gewoon lekker gummen met ons derwentgummetje. En het is zo weer foetsie. Daar zit ook nog een schoonheidsfoutje. Nou, top toch? Oh, wat heb ik nog niet laten zien, dames. Wat is toch allemaal? Het is toch allemaal te leuk. Mijn ideetjes blijven maar stromen. Ik heb de leuke sterretjes nog niet laten zien. Scrapbook adhesives. Die had hele leuke sterretjes. Dat is dus een nieuwe tape runner. Met sterretjes. En die sterretjes zijn gewoon leuk als decoratie item. Daar zit een sterretje. Daar zitten er al twee. Nou, ik wilde daar maar één. Nou ja. Hè? Dan twee. Als jullie zo graag met z'n tweeën willen zitten, is het ook prima. Nou, die breng je gewoon willekeurig op de achtergrond aan. En we gaan kijken of daar onze flakes ook op willen plakken. Vast wel. Maar ja, die zijn ook weer leuk om bijvoorbeeld ook glittertjes weer op te doen. Of vlokpoeder of iets dergelijks. Even zorgen dat ze allemaal voorzien zijn. Ja, stofzuigen moet je na die tijd echt wel doen. En ik had het in de kamer gedaan, op mijn woontafel. Nou, ik heb nog steeds elke dag glitters overal zitten. Dat is ook tof met die glitters, met die sterretjes. Kijk toch eens. Nou, dat gaat dus ook prima. En die hebben we dus in sterretjes en in hartjes. Dus... Oh, dat is leuk. En daar zijn ook weer refills van verkrijgbaar. Dus je kunt er ook gewoon weer refills bij doen. Nou, je kunt dan nog weer script er overheen gaan stempelen. Ja, weet je, je kunt nog zoveel doen. Even kijken of ik nog iets heb wat ik nog niet heb laten zien. Even kijken. Nou, ik heb dus verschillende kleurtjes laten zien. Ik zal nog even de verschillende lijmsoorten ook laten zien. En dan denk ik dat ik een klein beetje ook, toch wel richting het afronden ga. Want anders hebben jullie ook gewoon veel te veel informatie, denk ik. Gilding Glue is eigenlijk dus van allerlei verschillende merken verkrijgbaar. Ik had zelf... Uit het verleden had ik dus die van de Flitter Glue. Maar het is dus ook gewoon een speciale Cosmic Shimmer. Die heeft een heel fijn tuitje. Hij is er van Finnabare.
Spectrum Noir heeft bijvoorbeeld ook een heel leuk basis toolkitje uitgebracht met een inkpetje, een lijmflesje en met een sponsje. Dus dat zijn een beetje de verschillende lijmsoorten wat standaard bij de Glitterglue hoort. Je hebt bijvoorbeeld starterspakketjes van de Cosmic Shimmer, ook met lijm, een potje flakes en met de sponsjes. Dan hebben we van Nuvo de glue pen. Volgens mij is die grote momenteel niet op voorraad, maar die ga ik heel snel weer bijbestellen. Daar heb je de Smooth Precision pen van. Dus dat is gewoon echt een soort lijmpen voor precisiewerk. En een hele brede. En hij is er in medium verkrijgbaar. Dus dat zijn lijmpennen die je kan gebruiken. Dan hebben wij nog de Quickie Glue. Die werkt ook heel goed. De Tombow Glue werkt ontzettend goed. Nou, wil jij werken met mask stencils en een structuurtje erbij? Dus dat heb ik zoals bij deze gedaan. Dus dit ligt er dikker bovenop. Dan gebruik je de Tacky Wen Dry Gel Medium. Die vind ik zelf echt briljant. Dit vind ik ontzettend leuk. Je kon met mask stencils, wat ik dus heb gedaan, ook gaan schabloneren met de lijm. Maar ik vind dit, eigenlijk nog net wat mooier dan het schabloneren. Dus op deze heb ik beide gebruikt. Ik had daar een voorbeeldje van. Deze heb ik dus rechtstreeks op de ondergrond. Dit zit plat op de ondergrond. En dit zit er dus iets dikker bovenop. Dus dat is het verschil tussen lijm en die Tacky Wen Dry Gel Medium. Hiermee kan je dus ook met glitters werken, met allerlei andere soorten mediums. De tape runners werken dus ook. Dubbelzijdig tape werkt heel erg goed. Wil jij gaan embossen met stempels? Je kan dus eigenlijk gaan stempelen met die flakes. Kan dus met stempelen met lijm. Zorg er dan voor dat je dus ook je stempels gelijk goed schoonmaakt. Want lijm en stempels, het moet wel gelijk schoongemaakt worden. Doe het even onder de kraan of in een bakje met koud water. Wil jij gewoon stempelen en goede stempelafdrukken hebben? Doe dan met een Versamark inkt, dus iets van een soort watermark inkt. En dan de embossing powder, de sticky. Dan krijg je dus zo'n kleeflaagje, kan je er heel erg mooi mee stempelen. Ook voor teksten en dergelijke. Het stansen kan natuurlijk, dat heb ik in het begin al laten zien. Je kan zelf ook, wat ook nog kan. Nou, dit is dus met dat dubbelzijdige tape gedaan. Je kan even een papiertje erbij pakken. Kijk, dit was trouwens het proefje. Dat wil ik jullie nog even laten zien. Deze kant had ik gedaan met de bonding powder van de Wow. Omdat ze zeiden dat dat zou moeten kunnen. Nou, ik heb dat geprobeerd. En je ziet wel, hij heeft niet heel egaal gepakt. Toen heb ik daarna gedaan met die sticky embossing powder. En die ging dus wel goed. Ik moet daar nog een beetje het overtollige van de achtergrond wegdoen. Maar ook bijvoorbeeld een scriptstempel is daar dus ontzettend gaaf voor. Om die gewoon als achtergrondje. Nou, bloemetje erop, tekst erop en hartstikke idee, klaar ermee. Dat was dus nog een optie. En wat ik ook nog ergens heb gelezen. En of het werkt, weet ik niet. Dat is de stencil spray. Dat is een soort, ook gewoon permanente spray.
En als je dus je papier in gaat sprayen, dan wordt hij ook plakkerig. En dan pakken we even nog een beetje wat overtollige vlees. Gaan we even het doosje weer leegmaken. Daar zou je dus ook gewoon de vlees weer los op kunnen strooien. En dan kan je gewoon zo'n solid pagina maken. En daar kan je dus weer lekker uit gaan stansen. Kan ik bijvoorbeeld lekker dit restant er allemaal op gooien. En dat poetsen we er eventjes een beetje in. Kijk eens, dat geeft ook wel een gaaf effect. Dan heb je het niet overal heel erg aanwezig. Maar dit is ook weer tof om voor je stanswerk te gaan gebruiken. Dus als je hier weer letters uit gaat stansen, moet je zien hoe gaaf dat ook is. Dit is toch ook leuk. Nou, zo zie je. Je kan er van alles mee. Dus ook de restantjes kan je weer lekker opmaken. Stencilspray moet ook kunnen. En sprayen door een stencil kan inderdaad ook. En dan opplakken. Dus ja, weet je, ik heb nu nog maar een klein gedeelte kunnen laten zien. Er zijn echt nog veel meer mogelijkheden. Maar ja, goed, mijn tijd en energie is nu wel een beetje op. Ik hoop dat jullie dit een leuke uitzending vonden. Als jullie dit niks vonden, zo'n kleden-uitzending, jammer. Maar ik denk dat ik volgende week nog zo'n soort uitzending ga doen. Alleen nog even in beraad of het dan mica-poedertjes gaat worden. Of dat het dan met embossing-poedertjes gaat worden. Om daar de verschillen van te proberen. Maar dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik had gehoopt dat ik nog een uur kon zitten. Want ik zou nog wel een uur door kunnen lullen. Maar helaas. Jullie zien mij zeer binnenkort wel weer. In ieder geval vanmiddag is Corine er nog weer. En vanmiddag is ook Anneke Voskuil nog live. En dan hebben we vanavond... Oeh, grapje. Die ben ik eventjes kwijt. Nou ja, geen idee. Maakt zo... Oh, Lisanne is vanavond live, dacht ik. Ja, klopt. Lisanne is vanavond live. Dus nou, dat is het in ieder geval voor vandaag nog. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Geniet ook van het mooie weer. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!